Maar het vind jij wel leuk, toch? Een soort guilty pleasure, ja. Daar kijken we samen thuis naar. En, op wat voor avond is dat, Job? Nee, we doen het op Videoland. Is dat... Ja, oké. Dus, maar ik weet echt niet welk net... Maar Job, jij hebt daar ook al 3 keer aan meegedaan, toch? Ik heb er nog niet eerder aan meegedaan. Daar komen die scheidingen dan vandaan. Oh, maar ja, vertel, had ik het maar gedaan. Je wil nog eens een leuk stukje laten zien? Ja. Maar wat is er leuk aan? Nou, wat het allermooiste vind ik nog is dat je die deskundige hebt. Je hebt die vrouw die hier vaak aan de bar zit. Ja. En dan heb je ook een soort bioloog. En dan gaan ze allemaal DNA-testen doen. Ze gaan kijken hoe mensen ruiken, of je de geur van elkaar wil lekker. Heel wetenschappelijk iets. En dan komen ze voor het eerst naar elkaar toe bij het altaar. En dan zie je binnen 5 minuten, er wordt helemaal niks. En het klopt ook altijd. Nee, maar ik zie het al als iemand binnenkomt. Ja, nou precies. Ja, ja, maar volgens die bioloog... Dat ga je vroeger met sollicitaties ook, hè. Dan ga je sollicitanten en dan om het uur ga je een afspraak. En dan kwam er een binnen en denk oh, dit, ja, die neem ik niet. Maar dan moest je wel dat gesprekje nog even voeren, hè. Nee, verschrikkelijk. Maar waar gaan we nu naar kijken dan? Want ik ben even benieuwd. Je had een momentje meegebracht. Ja, nou ja, goed. Mijn vrouw die zat ernaar te kijken en die zei... Daar word je niet geil van. Er is al een vrouw in mijn leven en ja, ze is echt super vrolijk. We liggen samen wel eens op de bank tv te kijken. Ze heeft prachtig haar. Ja, ze heet Janneke en het is mijn konijn. Ja. Omdat ze niet tam is, doet ze waar ze zin in heeft. Op het ene moment zit ze aan de tafel te knagen. Maar als ze even wil wat aandacht, dan springt ze echt op de bank bij me. Gaat ze me kusjes geven, likjes. Ondanks dat je alleen bent, zit je toch samen en word je daar heel vrolijk van. Ja, maar... Toen dachten ze dus, dit gaan wij laten zien om die man te introduceren. We leggen hem op zijn buik met een konijn als zijn neus. Dan gaat toch een computerprogramma iemand daarbij vinden? Ja, dat kan toch gewoon niet? Ongelooflijk. En dat is ongelooflijk. Maar die deskundigen zijn heel serieus. Die kunnen dan boos worden als het even niet goed gaat. Vorig jaar had je een vrouw die trok aan de handrem op de snelweg. Ze zijn allemaal gekke mensen. Ja, nou ja, goed, wat Johan vaak genoeg zegt in dat soort programma's... je moet het toch niet willen om daarin op te treden? Nee, ik vind het heel gênant. S'avonds als ik thuis kom, dan heb je die herhalingen allemaal. Ook zie ik maar even een man die de hele avond met zijn konijn op de grond ligt... dat gaat dan toch wel weer heel erg ver, hoor. Soms ook op de bank te knuffelen, zijn, legt hij nog uit.